voorlopen. Je mag draaien doen. Je mag zijwaarts lopen. Je mag achterwaarts lopen. Dus je kan bijvoorbeeld ook dit soort dingen. Snap je? Je kan elke kant op. Je hoeft niet alleen maar naar voren te lopen. Je mag ook alleen maar naar voren lopen. En de bedoeling is dat eerst deze kant gaat leiden. En die kant gaat volgen. En daarna gaan we een keer switchen wanneer ik dat zeg. Wat we dus gaan doen, is eigenlijk dat elke keer... Anna, kan je even een keer met mij doen? Ik leid? Oké. Okay. Zij gaan mij dus volgen. Dus dat betekent dat zij nog steeds haar eigen ding kan doen. Dus ze hoeft mij niet na te doen. Maar als ik bijvoorbeeld die kant oploop en zij besluit er mee te lopen achterwaarts, dan kan ze dat doen. Of ga een keer doen. 6, 7. Stil blijven. Je kan gewoon blijven staan. Maar, één ding wat ik wil is dat je zoveel mogelijk oogcontact hebt. Ik wil dat je echt met elkaar aan het spelen bent. Want dat maakt het ook interessanter. Dus dat je niet aan het kijken bent naar wat het lichaam aan het doen is. Want je hoeft het niet precies na te doen. Maar je speelt gewoon met elkaar. Yes. Deze kant begint met leiden. Die kant begint met voeten.